Vandaag wil ik jullie het begrip kurksmaak een klein beetje toelichten. Van waar komt die kurksmaak? Hoe komt die kurksmaak er? En wat kunnen we doen om de kurksmaak niet te hebben? Wel, er zijn verschillende manieren om de kurk in de wijn te vervangen. Wat is kurksmaak? Wel, hoe komt die kurksmaak erin? Kurksmaak komt eigenlijk van het levende materie kurk. De kurk komt van de kurkboom, eigenlijk de schors. Daar worden kurkjes van gesneden, uitgesneden. Die kurk wordt gekookt, opgewarmd tot zeer hoge temperaturen. En die kurk zit uiteraard vol met kleine microscopische beestjes. Enkele van die hardnekkige beestjes zullen overleven. En wat doen die? Die gaan zich een weg banen door de kurk heen. En finaal tot ze in contact komen met de wijn. Zij gaan de wijn infecteren. En zij gaan, jammer genoeg, de slechte kurksmaak aan de wijn geven. Wanneer, jammer genoeg, de wijn is geïnfecteerd door de beestjes, de kurkbeestjes zal ik zo zeggen, kun je dat eigenlijk traceren, kun je dat op het spoor komen door. In de neus ga je een hele muffe, onaangename geur ontdekken van bijna nat karton en vochtige, schimmelige geur. Dit is absoluut niet positief in de wijn. In de mond ga je het ook terugvinden als een soort wrange, bitterige, onaangename smaak die absoluut niet zal verdwijnen. Hij zal niet verdwijnen in de neus en hij zal niet verdwijnen in de mond. De wijn is kortom slecht. Hij zal er niet op verbeteren. Deze kurksmaak kan zowel met dure wijnen zijn als met goedkope wijnen. Jammer genoeg weten we op voorhand niet welke beestjes zullen overleven in de kurk al dan niet. Laten we ons niet vergissen, als we kurk, stukjes kurk, terugvinden in de wijn of in ons wijnglas, dit is absoluut daarom nog altijd geen kurksmaak. Dit is gewoon de fysische aanwezigheid van een stukje kurk in het glas. Om deze kurksmaak zo goed mogelijk uit te sluiten, hebben we uiteraard een paar alternatieven op de markt. Jammer genoeg is de markt aangetast tussen de 1 en de 10% van de wijnen met de kurk. Er zijn een paar zeer clevere producenten die hebben de Nomakurk gevonden. Een synthetische kurk eigenlijk, wat niks te maken heeft met het natuurproduct kurk, maar ook eigenlijk perfect de wijn afsluit. De voordelen zijn hier vanzelfsprekend. Er kan geen kurksmaak zijn. Nadelen voor zover. Dit is een jong product op de markt en hebben wij nog altijd totaal geen nadelen kunnen vaststellen. We weten absoluut niet hoe de wijnen zullen verder evolueren op fles. Dit is de synthetische kurk. Een systeem wat ook zeer, zeer goed is en absoluut geen kurksmaak heeft, is eigenlijk het systeem van de screw cap. Het hele eenvoudige systeem is de wijn vacuüm zuigen en afsluiten met het screw cap systeem. Deze twee alternatieven op de markt zijn daarom absoluut geen minderwaardige systemen. We hebben te maken met een 100-jarige, meer dan 100-jarige traditie van het afsluiten van kurk. En we zullen zien wat het proces gaat geven in de toekomst. Ik heb nog een gouden tip voor jullie. Als jullie vaststellen dat de wijn geïnfecteerd is door de kurksmaak en jullie hebben een zeer goede vertrouwensrelatie bij jullie wijnhandelaar of supermarkt waar je de wijn gekocht hebt, als je het vaststelt, gewoon even de kurk erop en de fles bijhouden bij je volgende bezoek, zeggen tegen de wijnhandelaar, kijk, deze wijn is geïnfecteerd door de kurk en zal u zeker probleemloos een nieuwe fles verplaatsen.